Boeken, ja, die kunnen een soort proeftuin zijn om, om na te denken over de toekomst. En over grote tijdspannes. Die, die verder rijken dan ons eigen leven. En ik denk dat dat in deze tijd heel erg noodzakelijk is dat mensen zich oefenen in het, in het verder vooruitdenken dan hun eigen generatie of dan hun kinderen. Hallo allemaal. Hi, ik ben Dana So Ik ben science fiction wetenschapper. Het klinkt alsof dat iets is wat niet kan bestaan, maar dat, ik ben het levende bewijs. Niet de enige, maar een van de weinigen die dat uh, zichzelf. Uh, Mag noemen, of durft te noemen, dat weet ik niet zeker. En uh, uh, ik werk aan de Universiteit Utrecht bij het departement Media en Cultuurwetenschap. Uh, iedereen die science fiction wetenschapper is, die doet dat onder het mom van een andere titel. Ik dus ook, dus ik sta volgens mij het programma ook als media wetenschapper. Ik was altijd heel obscuur, maar de laatste jaren is er heel veel interesse in science fiction. Precies omdat science fiction het ene genre is wat uh, echt, zeg maar, expliciet speculeert over wat er gaat gebeuren. En ons daarom ook helpt om te vragen: van wat is nou, hoe zijn we hier gekomen en hoe had het anders kunnen lopen en kunnen we nu nog iets doen? En dat is best wel een prangende vraag. Uh, toevallig, dat is echt heel bizar, maar toevallig had ik vanmiddag een. Uh, een film uit 1995 te kijken, The American President met Michael Douglas en Annette Benning. Daarin speelt Michael Douglas de Amerikaanse president. En een subplot in die film is dat hij probeert een stuk wetgeving erdoor te krijgen. Waardoor fossiele brandstoffen binnen tien jaar volledig worden uitgeschaald wereldwijd. Dat is in 1995. En dan praten ze tussendoor van dat is best belangrijk. En dan moet je je voorstellen, in 2005 is jouw auto, jouw Volvo die rijdt op fossiele brandstoffen, dan een museumstuk geworden. Nou ja, we weten allemaal dat dat, dat was toen dus een soort van fantastische fictie en dat is het helaas nu nog steeds, ook al zit er nu wat meer beweging in. Maar voor wie het nieuws de laatste jaren volgt en als iemand die vorige week toevallig besloot om de zomervakantie met gezin niet naar Creta of Cyprus te doen, wat we eerst overwogen, maar dus naar Schotland, uh, om redenen die iedereen denk ik goed zal kunnen begrijpen. Uh, wie het nieuws volgt, die denkt, ja, we leven, het is niet meer. He, uh, um, Kim Stanley Robinson zegt inderdaad, science fiction heeft geen toekomst. En wat hij daarmee eigenlijk bedoelt is de uh, ideeën die science fiction altijd he vooruit hebben gestuurd, namelijk... We vinden altijd wel een technologische oplossing voor welk probleem dan ook. Uh, we zijn voorbij dat punt geraakt. We kunnen niet meer geloven. Er zijn nog wel mensen die het volhouden. Maar we kunnen eigenlijk gezamenlijk niet meer geloven in het idee dat de grootste bedreiging die ons nu treft, klimaatverandering, dat die met een technical fix gewoon, dat we een soort van magische brandstof kunnen vinden. Of dat we iets kunnen doen om het terug te schuiven. Daarvoor is het gewoon te laat. En dat is een beetje apart, want we hebben natuurlijk een heel vocabulaire opgebouwd, een heel archief. Uh, onder andere Blade Runner inderdaad, die ons allerlei... Een soort van beelden hebben gegeven, een hele, een hele taal van wat wij als futuristisch beschouwen. En als futuristisch, dan denken we dus inderdaad aan dingen die eigenlijk allemaal uit het begin 20 e eeuw komen, namelijk hele hoge gebouwen, um, vliegende auto's, zie je heel veel. Um, de, de, de dubbele relatie die we daarmee hebben. Dus aan de ene kant super vet en het ziet er allemaal heel inderdaad letterlijk futuristisch uit. Toen ik hier binnenkwam, zeiden ook mensen: Dit is een hele vette zaal voor science fiction, heel futuristisch. Maar dat is heel specifiek, hè? Wat we dan denken aan futuristisch. We denken eigenlijk dan modernistisch, in de zin van modernistische architectuur, beton, staal en natuurlijk overal, nou ja, vormen van uh, openbaar vervoer en uh, auto's en het liefst dus uh, vliegende auto's. Maar daarvan weten we nu dus ook wat Elon Musk ook zegt, dat we ons nooit echt goed hebben afgevraagd. Hoe in deze steden, waar komt al het eten vandaan, waar komt de brandstof vandaan, waar die dingen mee vliegen enzovoort? Raakt dat niet allemaal een keer op? Science fiction is in dat opzicht heel erg opgebouwd vanuit het idee van eindeloze groei. Eindeloze groei en expansiedrift. En dat is niet nieuw, dat is gewoon iets wat al 300 jaar vanuit Europa gebeurt. En het grappige is ook dat science fiction natuurlijk door dit soort visueel spectaculaire, overdonderende films. Uh, een beetje een, uh, slecht, een slechte reputatie heeft. Ik heb best wel mensen die zeggen: Als je vraagt: hou je van science fiction? Dan zeggen ze, nee, want ik ben toch geen kind. Uh, maar als je vraagt: hou je van Black Mirror? Dan zegt hij: ze, oh ja, dat is, uh, Black Mirror vind ik heel tof. Het is dystopisch. En het is ook realistisch. Want het lijkt niet alsof het gaat over, twee, over 200 jaar... of met aliens of met lasers of zoiets. Maar het is gewoon wat als een probleem wat we nu herkennen... gewoon net iets erger werd, zeg maar. Zeg maar Facebook, maar dan net nog erger. Of uh, uh, drones, maar dan int intelligente drones. Ja. Het grappige van science fiction is dan ook dat... als je bedenkt van science fiction is... Wezenlijk een vorm van speculatieve fictie, wat door schrijvers soms gebruikt wordt als een manier om tegen uitgevers te zeggen: van het is geen science fiction, want dat weten jullie niet hoe je dat moet verkopen, maar speculatieve fictie, dat, uh, okay, dat klinkt serieus. He, dat is een wisselwerking tussen onze maatschappij en hoe we denken over wie en waar we zijn, en de technologieën die we gebruiken. En, en mijn favoriete voorbeeld is altijd dat iemand die met Motorola werkte, die was een enorme Star Trek-fan en ik moet nooit Star Trek en Star Wars door elkaar halen... of ik krijg ruzie met nerds in de zaal. Uh, maar die zag Captain Kirk altijd met zo'n mooie communicator... waarmee hij draadloos andere mensen dus kon, altijd kon bereiken. En die dacht, dat is vet, dat wil ik ook. Dat wil ik maken. En ik word ingenieur en maakte dat dus ook. En de eerste flip phones leken dus ook precies op die communicators... nadat ze niet meer zo groot waren. Um, en dan zie je in dat niet alleen is science fiction... een soort van reflectie van de wensdromen, fantasieën... en ook nachtmerries die we gezamenlijk... Als samenleving hebben, maar is ook een manier om zeg maar, ons denken te prikkelen. Ik geef iets een beetje een heel kort flitsoverzicht van de geschiedenis van science fiction. Want ten eerste vind ik het altijd heel leuk om stil te staan bij het feit dat het eerste science fiction werk. Hè, en science fiction is een genre dat vaak met uh, puberjongens vooral, en met in ieder geval mannen wordt geassocieerd. Uh, dat het eerste science fiction boek, Frankenstein, van iets meer dan 200 jaar geleden, werd geschreven door een vrouw, Mary Shelley. Uh, een vrouw die uh, eigenlijk ja, ambities had die zij. Nergens kwijt kon in de samenleving waar zij in was. En dus ook een boek schreef over een wetenschapper die elektriciteit gebruikte om iemand te maken. die net zo ook geen plek had in de wereld waar die was. Weet je wel? Een man die precies één ding wat vrouwen wel kunnen, niet kunnen, namelijk. ...een leven maken. Dus nou ja, dan ga ik technologie gebruiken om leven te maken... ...en natuurlijk loopt dat in uh, Frankenstein nogal slecht af. De reden waarom Frankenstein het wordt gezien als het eerste science fiction werk... ...is niet omdat het een eerste fantastische verhaal is... ...dat is het natuurlijk niet... ...maar het is omdat het het eerste werk is waarin specifiek moderne technologie wordt ingezet om een grote verandering in de manier waarop we denken over wat we kunnen en wie we zijn. Dus hè, iets wat de samenleving wezenlijk verandert. Dat was voor Mary Shelley elektriciteit. Wat nou als je elektriciteit kon gebruiken om niet alleen lampen te laten branden, wat 200 jaar geleden nog best een nieuw ding was, maar misschien kun je er ook wel li dode lichamen mee opnieuw tot leven wekken. Wat zou dat betekenen? Dat maakt, hè, omdat het dat gaat niet om een spook of een, of een geest of iets anders, iets bovennatuurlijks wat er gebeurt. Maar het is echt een soort wetenschappelijk idee wat aan de kern ligt van dat boek. En dat is ook heel vaak een definitie van science fiction en wat het volgens velen onderscheidt van fantasy. En niemand wil verklaren waarom Harry Potter op een bezemsteel kan vliegen. Daar zit geen soort van wiskundig model achter. Maar we willen wel weten hoe de, star, hoe de Enterprise in Star Trek sneller dan het licht kan vliegen. En daar zijn wel speculatieve verklaringen voor. En dat is vaak het verschil tussen science fiction en fantasy. Uh, science fiction raakte dus pas in een stroomversnelling aan het einde van de 19e eeuw. Eigenlijk precies gelijk met de stroomversnelling waar de Industriële Revolutie toen in raakte. En dan zie je dus in de werken van schrijvers zoals H.G. Wells en uh, Jules Verne dat daarin uh, heel direct een soort van de ontwikkelingen van dat moment... de stoomtrein die het ineens mogelijk maakte... om veel sneller en veel verder te reizen... dan we tot dan toe had, makkelijk konden. Dat gewoon was wat, wat nou als je een stoomtrein kon nemen... maar die naar de maan kon sturen? Weet je wel? En dan gaan we gewoon naar de maan... net als dat we nu in één keer van Parijs naar Lyon kunnen gaan. Wat we voorheen drie weken duurden... dat kunnen we nu in een dag. Dus het idee van technologie is datgene... wat onze mogelijkheden als mens ineens exponentieel vergroot... En dan gaan speculeren van wat nou, als het ook dit zou kunnen worden. Uh, en film volgde er best wel snel op. Een van de grootste, eerste grote science fiction films en een directe invloed op bijna alle science fiction films die volgden, was Metropolis van Frits Lang. Waarin je dus ook opnieuw dat idee van hoge gebouwen, robots die dingen kunnen doen zoals mensen. Maar allemaal vanuit het idee van de dus reflectie van de spanningen die inherent zijn aan de moderne stad. Dat idee van. Science fiction als soort van ja, uh, culturele versie, een uitdrukking uh, van, uh, van de industriële revolutie en industrieel kapitalisme. Groter, sneller, vlotter, mooier. Dat kwam tot een hoogtepunt in de jaren zestig. En de na oorlogse jaren van wederopbouw was er het, het idee van... Nou, we hebben nu het kapitalisme van de ondergang gered. We gaan nu een fantastische toekomst in waarin alles alleen maar mooier en sneller gaat. En Star Trek en 2001 A Space Odyssey zijn denk ik de twee meest kenmerkende science fiction teksten van dat moment. Een soort culminatie, een hoogtepunt van het idee van we gaan alle problemen die we tegenwoordig hebben... Armoede, racisme, seksisme, homofobie, oorlog. Die worden allemaal opgelost in de toekomst. En dat gaat in Star Trek door technologie en de ontwikkelingen die daarbij horen. En in 2001 gaat het meer om een soort van mystieke inzichten die ontleend zijn aan een, een buitenaardse intelligentie. Maar dat, dat is een beetje. Ambiguur, maar de beelden liegen er niet om. Het is de toekomst in en uh, de ruimte in nog verder. Dat kwam, die, die, dat idee van dat gaat lukken, dat kwam dus ineens tot een vrij abrupte stop in de jaren zeventig. In de jaren zeventig, na de grote culturele transformaties van de jaren zestig kwamen we ineens uh, ja, uh, tot het nogal irritante inzicht dat eindeloze groei niet mogelijk is op deze planeet. En eigenlijk waarschijnlijk dus überhaupt niet. En het rapport, inmiddels wel bekend, toen nog wat obscuur, van de Club van Rome, The Limits to Growth, dat stelde, ja, we denken misschien dat we in een model, het kapitalisme is een model dat in crisis raakt zodra groei ook maar een beetje stopt, we kunnen niet eindeloos groeien uh, en dat werd niet alleen in theorie bekend, maar dat werd heel erg voelbaar met de oliecrisis en de economische crisis die daar internationaal uit voortkwamen. Kort gezegd, uh, de mensen die in de jaren zeventig leefden weten dat misschien nog wel. Het was een uh, tijd waarin ineens die, die beperkingen, het, de beperkingen op groei, heel voelbaar werden. En dat vertaalde zich vrijwel onmiddellijk naar science fiction. Het was niet zo dat dystopische science fiction toen begon, maar science fiction sloeg in de jaren 70 over van de Star Trek ideaal van we gaan eh, boldly going where no man has gone before naar we zijn onherroepelijk gedoemd tot een overstromingen, uh, tot steden die niet meer steden zijn, maar een soort openluchtgevangenissen, uh, uh, tot klimaatverandering die de aardbol gaat veranderen in een ijsklomp, tot nucleaire oorlog waarin we onszelf totaal opblazen. En elke keer natuurlijk dat uh, vrijheidsbeeld als een soort van symbool van de vergankelijkheid van kapitalisme hoogmoed komt voor de val. En science fiction werd ineens een genre dat Veranderde ineens van een genre dat dominant utopisch was naar een genre dat dominant dystopisch was. Als een reflectie van het idee dat ja, de groei ergens moest stoppen en dat het alleen een kwestie van tijd was hoe lang dat zou gaan duren. Maar ik denk dat je ook in film en televisie heel veel voorbeelden hebt van dingen die vaak op het eerste gezicht heel dystopisch lijken. Maar eigenlijk heel veel basis geven om ook utopisch te denken. En Mad Max Fury Road is er wat mij betreft één van. Mad Max is denk ik de meest nadrukkelijk dystopische filmfranchise die we kennen. Is begonnen eind jaren zeventig, precies in die periode van crisis en malaise. En speelt zich af in een wereld waarin. Primitieve stammen die nu allemaal moeten doen zonder benzine. toch proberen dat laatste beetje benzine van elkaar af te pakken. Dus het is een tijd van barbarisme. En de eerste drie films. die in de jaren 70 en 80 werden gemaakt. die zijn ook allemaal. Best wel pessimistisch en die eindigen, die eindigen ook allemaal niet zo goed. Uh, de, de franchise is opnieuw tot leven gewekt door George Miller. Dit jaar verschijnt er overigens een, uh, een prequel op Fury Road, Furiosa genaamd. Uh, dus je hebt ook een aanleiding om uh, Fury Road nog eens op te pakken. In Fury Road gaat het om een dystopische uh, commune, een gemeenschap die wordt geregeerd door een, uh, een volledig autoritaire, gestoorde man natuurlijk, uh, die, uh, die, die alles, alle voorzieningen afknijpt voor de Mensen om hem heen. En uh, hij heeft een aantal vrouwen die hij alleen maar heeft voor de voortplanting. En, en die worden gered door een, een van de vrouwen die voor hem werken en proberen te vluchten. Ze proberen te vluchten, ik heb een paar beelden ervan, naar, met de, hulp, met de uh, nou ja, hulp van Max, de hoofdpersoon zogenaamd, die naar een plek die heet The Green Place. En The Green Place is zeg maar de plek die nog steeds groen is, waar Planten nog kunnen groeien in deze woestijn, enzovoort. De utopie die ergens ver weg zou moeten bestaan. En het is een beetje spoiler voor de film, maar je kijkt hem ook niet echt voor het verhaal. En ik denk dat dit een, een andere manier van kijken ook oplevert. Ze komen erachter dat die plek niet bestaat. Die plek is een illusie, de plek waar je weg kan gaan voor de problemen die je hebt. Het is eigenlijk alleen maar een soort van wensdroom. Dus wat moeten ze doen? Het is heel tegenstrijdig. Ze moeten teruggaan naar de bron, teruggaan naar de plek waar het probleem zit en dat proberen om te draaien. En dat is. Ergens is dat dus een, denk ik een veel utopischer gedachte dan het idee van we moeten hier weg. En weet je wel, oh, de PVV heeft de verkiezingen gewonnen, dus ik verhuis naar nou ja, uh, Zweden, waar dan ook. Ik ga terug naar Amerika. Uh, nee, nou ja, Amerika is niet <laughs> veel beter. Um, ik ga ergens. Ik ga ergens op de vlakte wonen waar ik niks meer van uit. Nee, je moet hier blijven en proberen het probleem bij de wortels aan te pakken en er iets aan te doen. En dat is in wezen hoe een actiefilm probeert om je denken, uiteindelijk, en ik denk dat het, het is heel subtiel maar het zit onherroepelijk in die context, probeert om te draaien over wat er mogelijk is en wat een probleem, hoe je een probleem het hoofd kan bieden. En dat is denk ik wat science fiction heel erg aanreikt. Dat idee van eh, door. Toekomstige scenario's of alternatieve werelden te actief te gaan vergelijken met de situatie waar wij nu in zitten. En door ideeën aan te reiken die je kunnen prikkelen om tot actie over te gaan. Of in ieder geval anders na te denken over hoe je daarin staat. Is dit van. Mediawetenschapper Marshall McLuhan had het zo mooi gezegd: het idee van we zijn geen passagiers, we zijn alleen maar crewmembers op, crew op planeet Aarde. Het is een soort ruimteschip, we zitten erop vast en moeten het met elkaar doen, dus kom in actie. Dit was mijn inleiding en uh, ik verheug me op een leuke avond vol met discussie. Voordat we beginnen wilde ik Anja ook nog heel goed introduceren, want jij bent schrijven. Je hebt de visionair geschreven, jij schrijft ook voor het FD af en toe voor parole, opiniestukken. Welkom. Ik bleef een beetje hangen aan die eerste uitspraak over van uh, sci uh, de science fiction schrijver Kim Stanley Robinson. Dat hij gezegd zou hebben dat uh, dat genre dat, dat geen zin meer heeft. Omdat we nu in zo'n soort tijd leven als hij beschrijft. Maar ik denk uh, boeken, ja, die kunnen een soort proeftuin zijn om, om na te denken over de toekomst. En over grote hè, groter die, die verder rijken dan ons eigen leven. En ik denk dat dat in deze tijd heel erg noodzakelijk is dat mensen zich oefenen in het, in het verder vooruitdenken dan hun eigen generatie of dan hun kinderen. He, want je hoort vaak als mensen het over het klimaatprobleem hebben, dan hoor je ze zeggen: Ja, ik doe dit ook voor mijn kinderen. Denk nou, dat is heel mooi, maar uh, er komen hopelijk nog heel veel generaties na ons. En we moeten leren om daarover na te denken. Hij is zelf een science fiction schrijver. En hij schrijft ontzettend veel en nog steeds. Dus natuurlijk vindt hij wel dat science fiction een toekomst heeft. Maar wat hij probeerde, het is hij is wat controversieel geraakt binnen de, de, de internationale science fiction fancultuur. Omdat hij. Science fiction boeken is gaan schrijven. die afstand nemen. niet zozeer van het genre. maar van de klassieke vormen. die het genre in Amerika heeft gehad. Mm -hmm. dus, uh, wat zijn de klassieke. Vormen? nou bijvoorbeeld hij heeft een. één uh, een, een subgenre in science fiction. Is, dat, is, uh, dat heet de Generation Ship. en dat is zoiets als The Wandering Earth. waarbij ze zeggen okay. van we gaan. we, we willen zo ver weg de ruimte in. dat je daar een, sche, een schip voor moet bouwen. Waarin, wat, wat je, waarbij je vers, meerdere generaties nodig hebt. om dat te bereiken. Ja. En dat is een hele. dus gigantisch veel. Eh, er is een heel soort avontuurlijk genre. En het brengt natuurlijk heel veel ideeën en creativiteit met zich mee. En hij schreef een jaar of tien geleden het boek Aurora: wat een Generation Ship boek is. Um, maar de conclusie in Aurora is van ja, dit was eigenlijk nooit een goed idee om weg te gaan zonder de problemen op aarde eerst te proberen aan te gaan. Ja. Dus het gaat over een generation ship dat halverwege in generatie 4 of zo besluit van dit was echt zo stom, dat hadden we nooit moeten doen, we gaan terug. <laughs> en en dat, dat viel heel slecht bij heel veel mensen die gewoon zijn opgegroeid met een bepaalde idee: van dat, het is een beetje zoals dat uh, heel veel mensen waren opgegroeid met een western en dachten wat leuk, indianen doodschieten. En avontuurlijke cowboy uithangen. Wat een super vet genre. Ja. En dat dat mensen laten zeiden van ja, maar dat is echt genocide, dus niet zo cool. Uh, en, en dat ze dan zeggen van ja, maar, uh, ga, maar ik wil, ik hou er toch, toch hou ik ervan dan wil ik het niet loslaten. Dus het is die vorm van science fiction die hij bedoelt, dat die eigenlijk ja. geen, geen toekomstwaarde heeft. Maar een andere, men, een soort omdenken van science fiction waar het voor hem om gaat. Ja, ik kan me daar zeker wel uh, bij aansluiten. Zeker als, als je nu. Uh, Bijvoorbeeld, mensen zoals Elon Musk over een interplanair leven hoort, wat wij zouden moeten gaan leiden, en wat volgens mij uh, helemaal niet mogelijk is. Uh, en, en dat is dan zo'n fantastisch verhaal waar iedereen in, in mee moet gaan en waar ook heel veel mensen in meegaan en waar ook enorm veel geld ja. aan uit wordt gegeven, zodat wij op Mars zouden kunnen wonen, terwijl iedereen weet dat het daar. Ik weet niet, ik geloof het de 60 is of zo. Dat je huid er stuk gaat. Dat er kosmische straling is. Ik weet niet wat er allemaal aan de hand is. Maar het is niet de, niet de place to be, volgens mij. <laughs> en toch is het een soort scenario, een verhaal. wat wij, wat wij veel horen. Ik heb gelezen in een boek van Marjan Donner. dat heet De Grote Weigering. dat ieder alarmerend klimaatrapport. Uh, uh, dat dat eigenlijk een soort uh, reclame is. voor de plannen van dit soort mensen. Hè, om hun backup. Uh, te verkopen, namelijk oh. uh, dat ze in ruimte gaan. Doe jij dan ook dat omdenken met je boek zo, waar Den het over heeft? Ik ben eigenlijk niet een typische science fiction schrijver, ik ben een, een, rom, een romanschrijver. Mm -hmm. uh, maar wat je nu ziet, is dat eigenlijk steeds meer gewone romanschrijvers, zoals bijvoorbeeld uh, Katsuo Ishiguro of uh, Ian McEwan... om maar eens een paar hele bekende namen te noemen, maar ook in Nederland Maarten van de Graaf, Ellen de Bruin. Uh, nou, het, allemaal ja, schrijvers die eigenlijk niet speciaal in het genre geïnteresseerd zijn, die voelen de toekomst zo dreigend op zich afkomen dat het vanzelf in hun werk komt, hè. of het nou over klimaat gaat of over technologie. Uh, en ja, daar ben ik er meer eentje van dan dat ik nou echt in die sci-fi traditie sta. Ja. Ik denk dat en daar komt natuurlijk heel snel, er komt nu echt die soort van voelbare vraag bij mensen van, ja, maar. Hoeveel gaat er veranderen? Ik denk dat heel lang hebben we natuurlijk in een soort van. Sociaal-democratisch, uh, nou ja, utopisch voelende omgeving die heel veilig voelde. En het idee van ja, je, je vervangt je auto om de zoveel jaar. en je weet je, wel, af en toe heb je een nieuwe computer nodig. Of je ja, je keuken is weer eens aan een opfrisbeurt toe of zoiets. Maar dat, dat, dat ging allemaal uit van een soort van voortzetting van hetzelfde, maar dan net iets beter. Mm. Weet je wel? En, dat, en ook het idee van elke volgende generatie wordt rijker en beter opgeleid enzovoort. En dat is allemaal heel erg die start Trek gedachte. En nu lopen we gewoon meteen al heel erg aan op allerlei manieren tegen. Van, maar deze hele wijk die moet gasvrij worden binnen drie jaar. Weet je wel, wat betekent dat voor de manier waarop ik elke dag kook? Dat moet nu opeens heel anders. Ja. Uh, het is ik, veel ik... veranderd in mensen hun levensbedoeling ja, dan nu? Ja, ook. en het voelt heel erg voor mensen als iets wat dus bedreigend is, want niemand heeft er zelf om gevraagd. En je kan het misschien snappen, maar de meeste mensen die maken er ook geen studie van. Dus het voelt alsof er allerlei dingen op je afkomen die mm -hmm. jou, die alle vanzelfsprekendheden over de wereld waarin je bent opgegroeid ineens een soort van op losse schroeven zetten. En dan krijg je ineens dus inderdaad, volgens mij ontstaan er twee vragen. En de ene is, waar komen de ideeën vandaan die ik gewoon voor liefnam? Wat, wat, wat heeft mij geleerd dat, dat elke iPad weer een fantastische revolutie op technologisch gebied is die mijn leven beter gaat maken? Yeah. En wat zijn de ideeën die er al zijn over hoe het misschien anders kan? Dus wat is er, en dat, dat vind ik dus zelf heel leuk, wat, wat is er aan een scala, een heel repertoire, een archief aan science fiction scenario's en romans die inderdaad alternatieve ideeën verkennen? Want mm. daar zijn we nu naar op zoek, van hoe moet het dan wel? Ja. Zoals, wat voor alternatieve ideeën heb je dan? Uh, nou, een hele klassieke roman is uh, The Dispossessed van Ursula Le Guin, yeah. uh, die, waarin uh, in wezen eigenlijk twee aparte, uh, een, een toekomst wordt geschetst waarin twee hele verschillende sociaal-economische modellen uh, met elkaar aan het concurreren waren. Een beetje koude oorlogachtig. Alleen één daarvan die zegt van ja, maar wij doen het niet meer op aarde. Wij gaan dus op de maan wonen. En wij gaan daar onze manier ontwikkelen. En die lijkt een beetje op communisme en is heel erg vanuit een soort technologisch geavanceerde manier van uh, collectief leven. Mm -hmm. En de aarde is veel meer. Heeft veel meer rijkdom en veel meer luxe, maar ook heel veel meer armoede. Want die heeft veel meer een soort kapitalistisch-achtig model. En dan gaat het over iemand die vanuit de ene naar de andere verhuist. En die dingen naast elkaar, een beetje zoals in Barbie, zeg maar. Het idee van: ik ben in een ideale wereld ga ik naar een andere wereld. En daardoor kom ik er niet alleen beter achter hoe die, dat systeem werkt, maar ga ik ook zien dat mijn eigen wereld ook best wel gebrekkig is. Is science fiction nou gemaakt om te waarschuwen? Ik vind dat een boek overal voor kan dienen wat de schrijver al, al maar wil. Dus, is niet dat ik vind dat een heel genre er is om te waarschuwen. Ik zou het meer zien als een soort proeftuin: hè, science fiction, waarin je gewoon dingen ja, op papier of in een film of wat mensen dan ook, of beeldende kunsten, dat je dat kan. Ja, Je kan eigenlijk denken van hoe het zou gaan werken. Zoals bijvoorbeeld, uh, jij noemde dat boek 1984 van, van Orwell, uh, dat, dat, die heeft heel lang nagedacht over. Over wat, wat er zou kunnen gebeuren. En die heeft dat heel, heel goed gezien. En, en dat is een boek over de toekomst. Maar het is gek genoeg ook een boek wat steeds weer opnieuw in de bestsellerlijst uh, terechtkomt. Weet je, bijvoorbeeld bij de verkiezing van Trump, hè, dat we, toen ja. stond het weer in Amerika in de bestsellerlijst. Maar toen uh, Rusland Oekraïne binnenviel, stond het daar ook in de bestsellerlijst. Oh, ja. hm. Dat is een heel grappig uh, verschijnsel. Ja. Ja, dus het is ook, het, het, mensen hebben er ook behoefte aan om dat te lezen, om de wereld om hun heen te begrijpen. Want het gaat niet alleen over. Kijk, het is, 1994 is heel erg uh, bekend vanwege uh, Big Brother. Yeah, Big Brother is Watching You, de camera's. Maar eigenlijk, hij heeft ook veel essays geschreven en die gaan vooral over denkpatronen van mensen. He, en over wat dan in Amerika nu dan toen bij die Trump-verkiezing... die alternatieve feiten, he, dat, dat was toen heel belangrijk. en Dat kwam toen heel erg naar voren en daar schrokken mensen van. En daar heeft hij al heel veel over geschreven... Ja. omdat hij dat ook al uh, ja, gezien had toen hij in de Spaanse burgeroorlog vocht. En uh, dat heeft hij eigenlijk getransporteerd naar de toekomst. Uh, maar het, het was het heden en het is nog steeds het heden... Ja, dus er verandert heel veel, maar er veranderen ook heel veel dingen niet. Nee. Hij was wel ook een, een soort actievoerder op papier. Hè. Hij schreef eigenlijk uh, uit een gevoel van, van onrechtvaardigheid en, en ook tegen totalitaire systemen. Dat heeft hij ook gezegd dat iedere regel die hij schreef, was daar tegen gericht. De dystopische fictie kan een heel positief uh, effect hebben op, op mensen, omdat ze. Uh, en daar is ook onderzoek naar gedaan, omdat mensen dan zien hoe de maatschappij zou kunnen worden. He, bijvoorbeeld: uh, The Handmaid's Tale, uh, wat Margaret Atwood heeft geschreven. Dat, dat, die serie is, of dat boek, niet de serie, maar het boek, dat, dat is al in 1985 geschreven. Dat heeft zij helemaal opgebouwd uit uh, wat er al in de wereld uh, was. Ja, he? Aan, van vrouwrechten. Ja, uh... ja, precies. En, en dat is natuurlijk heel groot geworden door die, door die serie die ervan is gemaakt. Maar je ziet uh, bijvoorbeeld in Amerika, als er uh, als vrouwen voor abortusrechten opkomen... dat ze heel vaak die kleren aan hebben van die dienstmaagden uit de Handmaid's Tale. En dan is het toch, weet je, juist doordat ze die serie hebben gezien... en doordat ze hebben gezien hoe het verkeerd kan gaan, zijn ze extra gemotiveerd. Terwijl het eigenlijk een heel ja, dystopisch verhaal is. Kan het mm. toch, kan het toch uh, mensen aanzetten... Uh, tot actie. En er is ook onderzoek gedaan door Paris en Jones, uh, ...in twee politicologen. En die hebben daar ook onderzoek naar gedaan. Dan hebben ze testen gedaan, dan hebben ze mensen films en uh, echte uh, dingen laten zien. En, uh, uh, en dan, moest, dan zagen ze bijvoorbeeld geweld. Hè. En als ze het dan in een fictief verhaal hadden gezien, uh, zetten hun dat eerder aan tot actie dan wanneer ze op feiten gebaseerde documentaires hadden gezien. Dus, dus ik denk dat die rol, weet je, van of het nou dystopisch is of, of uh, utopisch... dat die rol van, van fictie over de toekomst dat die echt groot, heel groot kan zijn. Ja. Maar dat is dus ook een beetje de vraag van... we leven dus eigenlijk al een beetje in die dystopische maatschappij... waar iedereen het over heeft, dat over 2025 bijvoorbeeld... Um, zijn we, hebben we dan niet dat hoogtepunt al bereikt? Van wat, wat gaan we dan nu nog schrijven als we dus AI al hebben? We hebben nog net geen vliegende auto, maar goed, we wachten op Tesla, zeg maar. Wat, wat nu dan? Ja, dat is, dat is precies het, de, maar zeg maar de crisis waar het genre in, in, in zit. Dat is ook de reden waarom juist nu. Uh, uh, als je kijkt naar de jaarlijkse prijzen voor science fiction boeken, en science fiction literatuur en de schrijvers die het meest in opkomst zijn, dan zijn dat, uh, dat zijn dat niet witte Europese en Amerikaanse schrijvers, maar dat zijn schrijvers die putten uit andere cultuurtradities. Uh, Afrofuturisme is een heel erg levendige traditie, omdat die gaat uit van een heel andere relatie die we hebben met grondstof en de wereld om ons heen. Weet je, dat is niet, meer, niet vanuit het idee van we moeten alles moeten groeien en wij men, als mens zijn ontzettend bijzonder en alle andere dingen zijn onderdeel geschikt aan ons, maar veel meer van hoe kun je systemen maken waarin je vormen van symbiose probeert te creëren vanuit een idee van respect voor natuur en voor andere vormen van leven, en een veel gelijkwaardiger beginsel. Hetzelfde geldt voor Indiase science fiction. Chinese science fiction is gigantisch in opkomst de laatste twintig jaar. een hele gekke mix van aan de ene kant zeg maar marxistische traditie van collectiviteit met confuciaanse ideeën over zeg maar mystieke banden van samen zijn. Veel meer boeken die vaak voor ons wat moeilijk te lezen zijn, omdat ze in de eerste plaats al niet zo gefocust zijn op één hoofdpersoon. Weet je wel, dat individualisme waar wij, wat wij er met de paplepel hebben ingegoten gekregen, waarbij het altijd gaat om één iemand die een doel moet gaan nastreven, dat heb je in andere culturen heb je dat niet per se altijd. En dat levert dus andere soorten van verhaalvormen op, waarvan ik denk dat we in dat opzicht ook veel kunnen leren. Weet je wel, te kijken van wat zijn verhaalvormen die je kan inzetten om alternatieven te genereren voor hoe we nadenken over onze relatie met elkaar. En met de wereld waarin we bestaan. En ik... Overigens, ook een Nederlandse schrijver die uh, meer uh, in die stijl heeft geschreven, Eva Meijer, heeft het boek uh, Zee Nu geschreven. En daarin uh, zijn dan ook... Uh, de konijnen hebben een grote rol... en de vossen ja. en, uh, en de zee. Dus die heeft al eigenlijk... Uh, de mens als hoofdpersonage... heeft ja. al uit dat uh, verhaal gehaald. Dus ja. dat is ook iets wat... Ja. wel in het westen, denk ik. Oh nee, uh, Ik zeg ook niet dat het is, uh, is. voorbehouden aan... Nee, nee, dus, dat, maar dat, dat zijn dat, ideeën nee. die heel vaak... Heel van die schrijvers juist geïnspireerd zijn geraakt... Ja. juist door andere manieren van denken... die niet voortkomen uit Europese... filosofische ja. en literaire ja. tradities. En die daar dus mee breken, weet je ja. Eigenlijk is de meeste science fiction romans zijn gewoon herbewerkingen van Robinson Crusoe geweest, over en over en over again. Ja. En dat idee van ja dat je dat steeds maar doet en dat we, dat het tijd is om dat los te laten en te zoeken naar alternatieven, dat zien we ja. dus op alle fronten onder andere. Ik denk dat het ook nu een mooi moment is om af te sluiten, um, omdat uh, ik één toe ben aan een bol, ik denk iedereen in de zaal, maar ook uh, ik vind het ook heel interessant eigenlijk wat we vandaag hebben besproken. Want het idee was, we gingen het over science fiction hebben. En eigenlijk hebben we het over heel veel politiek gehad. En eigenlijk over het klimaat. Uh, grappig hoe dat verstrengeld is natuurlijk. Um, en daarvoor wil ik jullie eigenlijk allemaal bedanken. Dus bedankt jullie aan tafel. Ik wil mijn collega Marijn verlangen bedanken voor het helpen met het programma. En dan zie ik jullie allemaal weer op 29 februari. Voor een programma over uh, iets heel anders. Mode <laughs> en uh, technologie. En WordFest Fashion Ultra Fashion do, uh, door technologie. Dus ik hoop dat ik jullie daar allemaal zie. En uh, fijne avond.